Welkom in ons mini mini kantoortje. We hebben even een downgrade gedaan. Ja. Een downgrade. Ah. Mijn auto zei gisteren boing. Boing. Ja. En toen ging er een van de schokdempers. Schokdempers gewoon. Ja. Dus ja. Nou, ik heb even niet zo... Zitten we in mijn kleine autootje. Dus kijk, het heel gezellig dicht bij elkaar. Dus dicht bij elkaar! Ja, en we hadden net al ruzie met de navigatie. Ja, want... Chris, je hebt geen hanger voor de navigatie. Nee, mijn auto die accepteert geen haakjes op de vooruit. Oh, jee. Ik ben inderdaad heel... ik ben gewoon keihard. Zeker. Alle handjes aan. Ik heb een kind achterin, hè? Fan. Die zit je pret in. Die gaat vandaag met ons mee op stap. Ja. Die gaat mee naar onze Go Social bijeenkomst. Ja, maar. We hebben een Go Social bijeenkomst bij een Westernstal. Met aansluitend Arthur's Western Store. En we krijgen ook een rondleiding door de stallen daar. Western, leuk. Het enige is leuke aan paardrijden, vind ik. Ja, dat vind ik niet zo. Maar het zonnetje treint. De lucht is blauw. De lucht is oranje blauw. Dus de zon is net opgekomen. Maar we gaan jullie vandaag lekker meenemen. Sven gaat ook met ons mee. Ja, misschien hebben jullie hem op Insta wel een paar keer voorbij zien komen. Maar we gaan samen met een paar andere mensen van de talent eventjes bespreken wat we gaan doen. Voor de party! Inderdaad. Dus Sven gaat even met ons mee. Die wil ook mee bespreken. Inderdaad, wat hij wil. Wat hij niet die wil meedoen. Ja, die wil meedoen. En zijn zus. Dit is Sven. We hebben ook nog Fun. We hebben ook nog Steen. En Steen. De gingerbread queen. Oh ja. Nee, we hebben wordt gezellig en we gaan jullie vandaag lekker meenemen, dus veel plezier. En Kiek, we hebben onze keycord ook weer bij. Alleen een keertje de foto's aan laten passen. Ik was zo Error. Hij had zoiets van, ik wil niet filmen. Ik was wil een mooie showfoto, inderdaad, want ik heb nou mijn lieve Cookie. Mijn lieve schatje inderdaad. Natuurlijk. En ik mijn heb hier twee kleine monsters. Wit monster mijn en een stippelmonster. Jouw monsters inderdaad. Mijn monsters. Inderdaad. Jouw huidige showmonster en jouw toekomstige showmonster. Maar ja. Monster. Monstertje. Ze zien er lieve schattig uit, maar het zijn ja, ze alles behalve. Je ziet het aan die oren in zijn nek, hè? Die zijn gewoon verkeerd omgedraaid. Ja, maar wacht. Jij hebt ook nog een monster. Nee, dat is Het is Hanna de monster. Oh, okay. Hey, dat is Hanna's monster. Ik ga niet snel. Ik rijd 80. Nog niet eens. Ja, daarom misschien. Ik heb er ook een hekel aan. Ja. Maar kleine monster. Ja, maar Nugget ziet er wel schattig uit. Ja, hier nog wel. Hier toen nog was wel. Hij nog schattig. Inderdaad, toen zaten zijn knieën nog vast. Ik kon er nu niet ontsnappen. Nou, rent hij gewoon vak nog een beetje. Ja, inderdaad. Nee, schattige monsters en dit is slotmonster. Inderdaad. Ja, oh. Cookie heeft corona, denk ik. Nee, ik weet niet, we hebben echt snotneus. Hij zegt iedereen met snotklotters. Inderdaad. Hij is echt zielig. Hij is verder gewoon helemaal fit. En hij is verder baby. Inderdaad hij gewoon fit. Hij is een snotneus. Heel vies snotneus. En dan doet hij dat. En dan spatten de snotklotters in de grond. Inderdaad. Lekker. Ja. Dat is de mededeling van de dag. Ja, moet ik ook nog gaan zeggen hoe ik het schoon moet maken? Met je vingers echt, erin. Als echt paardenmeisje, inderdaad, ga je gewoon met je vingers in die neus. Weet je, slijm uit de doosjes van kinderen? Dat kan ik zo. Ja, het heeft ongeveer dezelfde kleur. Zo ja, het is gewoon geel. Ik zo uit die neus. Ja. Iedereen klikt nu weg op de video. Oké, tot deze slijmvideo. Ja. Slijm. Een groot slijmvideo. Ja, inderdaad. Hierbij, ja, stoppen we daarmee. Wacht. Zie je, jouw telefoon die had al zoiets van, dit gaan we niet. Nee, dat gaan we niet. Nee. Oké. We zien jullie op stal. Ja.
We zijn er. We kwamen niet tegen, dat wilden we eerst nog even langs. Ja, eerst langs een kerk. Ja, we hadden zoiets van, we gaan even kruisje halen. Maar ja, we zijn niet erg kerkerig. Nee. Dus toen kwamen we langs de boeddhisten. Ik dacht, oh, daar wil ik wel naartoe. Dat, ja. Ja, klinkt net iets beter. Ja. Maar Christy die had zoiets van, boeddhisten, daar wil ik naartoe. Want volgens mij zijn allemaal blote mensen. Ik zei, volgens mij zijn dat niet. Dus Christy wou wel bij het boeddhisten kleren uit gaan trekken. Ja, kleren uit. Het is... Maar ja, het waren allemaal distjes, dus het leek op elkaar, zei ze. Ja, dus dat begint al goed. Ons dus staan daar inderdaad volgens mij mensen die er al zijn op ons te wachten. Maar wij zijn zelf ook aan het wachten. Ja, zij wilden even ons boeddhist eraf vertellen. Ja, inderdaad. Maar we zijn ook een beetje vroeg. Ja, dus we weten niet of we wel naar binnen moeten. En buiten is het koud, dus ik wacht liever in de auto. Ja, want we hebben de auto naar gewoon gestart. Hier is lekker. Hier is lekker, hier niet. Maar hier wel. En Sven die wil ook gewoon even lekker blijven zitten. Kijk, ja, inderdaad. Sven heeft geen hoedje meer op. Nee, die had die wat hun mogen nog niet binnen volgens mij. Oh ja, ik weet het niet. Maar ze staan echt buiten. Maar Sven, waar is jouw hat? Zijn hat is in de doos, in de zak. Oh echt? Heeft hij die gewoon in de kofferbak? Ja, van achter in de kofferbak. Oh, in de tas, zie je dat? Echt goed, hij heeft het netjes opgeruimd. Een van mijn opgevoede kinderen. Astrid! Zullen we erin een keer dat ding? Nou gaan we eruit. Nou gaan we eruit. Astrid! Oké. Ik heb mijn vriend gevonden. Jouw vriend? Ik heb mijn soulmate. Ja, past wel. Er zijn twee dingen wat je daar kan doen. Wat allemaal. Ja, dat weet ik, ben jaloers. Het thema gaat mijn hand om het dan heel op. Zonder dat ik eerst mijn hand gebruik en dus al mijn hulp is klaar. Dus ik ga die hulp kan verdelen. Dus niet alles, niet hand zit en weet. Daar zijn onze hulpen waar je een paard mee kan blijven luisteren. En die kan je ook allemaal gelijk gebruiken. Ja, zonder, nog meer heb je er niet. Dus ik probeer iedereen altijd te vertellen, gebruik je hulpen en doseer je hulpen zo mogelijk. Dat je dus echt weet welke hulp je wilt voor wat onderdeel. Dat is het doordraaien. Dan ga ik doorrijden, doe mijn hand een beetje naar voren, zeg kom jongen, je mag het hebben. Maar dan pak ik ze maar niet meer vast. En dan probeer ik zo min mogelijk te sturen. Dan ga ik nu veel niet doen en leg mijn hand weer neer.
langzamer. Ga je hem nadoen? Hetzelfde systeem wat je zelfs gebruikt in de dierentuinen, op olifanten, rino's. Zodat de exercise, de lymfedrainage, geoptimaliseerd, wordt het melkzuur een mondje heeft gevonden. Het voelt alsof je gaat slapen, zeg maar. De eerste keer voel je altijd een beetje tintelingen. Ja. En je zult zien, als je bij de paarden de eerste keer op hebt, dan sommigen zie je de eerste paar minuten wat dik. En daarna beginnen ze met te smakken en met te kapen. En dat is eigenlijk een teken dat het heel veel geld is. Hoe werkt het? Het is zo donker. Je blijft hier. Ja, ik ga samen. Ik zie jou helemaal zo. Maar mijn rug zegt, oké. Oké, inpakken, wegwezen. We hebben nou toch kabobon. Kabobon van 25 euro. Kabobon. Ja, want dat, zo laag is ze niet. Dat is alleen... Je nek ook lekker. Dat is al... Mijn onderrug is echt lekker. Dat is alleen voor de kleine mens. Ja, blijf hier zitten. Bij jou, hoor. Nou, we gaan weer bij de paard. Heel leuk. Ja, inderdaad. Maar ja, het was leuk. Het was gezellig. Het was heel gezellig. Af en toe iets te gezellig. Nee, gewoon kijk zelf. Nee, ik ben heel veel dingen vergeten te filmen, omdat het zo gezellig was. Maar ik heb wel een mooie spinning. Ja, ik heb inderdaad, dat heb ik wel kunnen filmen zoals jullie hebben gezien. Was ik even. Gewoon inderdaad de demo die we kregen van Ricky Jung met een westernpaard. Spirit. Was gaaf. Ja, die was heel mooi. Ik stond dus aan de andere kant. Ja, jij was beter te kunnen. Jij was met Maartje ergens anders gaan staan en ik stond met Made en met Noah's en met Esra bij de deuropening. En daarna hebben we nog een rondleiding gekregen door de stallen. Maar dat was verder niet. Ja, werkte. Nee, dat waren gewoon verder normale stallen en daar ben ik eigenlijk ook vergeten te filmen. Ik had ook mijn handen vol, want Daphne die had mij zo'n grote Go Social poster in mijn handen gedaan. Die had zoiets van de party! Ja, inderdaad. Die had zoiets van, jij vlogt, hier is het poster. Inderdaad, de party gaat door, dus iedereen komt naar de party. Inderdaad, want we hebben natuurlijk ook met iedereen lekker plannen kunnen bekokstoven voor de party. En dat is eigenlijk ook gewoon een grote reden waarom ik heel weinig heb gefilmd, omdat we gewoon constant daarover bezig waren. Dus we hebben hele vette ideeën voor de Go Social Party. Gewoon voor met z'n allen. Dus inderdaad. Wil je met idioten samen in een bak zien rondrennen? Ja, inderdaad. Nee, dan moet je gewoon. We gaan gewoon heel gezellig met mijn.
AD, met Daphne, met Maartje, met Noah. We gaan één grote show staat in elkaar, gaan we niet zetten, die staat in elkaar. We hebben vandaag alles nog even doorbesproken en we gaan hem doen. Ja. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Het zit heel leuk in ons hoofd en bij de rest ook. Nu is het alleen nog even kijken. Om het plaatje in de bak te zetten. Inderdaad, maar het gaat zo vet zijn. Dus sowieso iedereen die dit ziet, moet gewoon naar de Go Social Park komen. Dat is gewoon goed, maar einde discussie. Release van een nieuwe show. Onder andere van een nieuwe show. Er komt, als het goed is, nog een andere release aan. Van een projectje waar dat we al een tijdje mee bezig zijn. Daar wil ik komende week eventjes de laatste foto's van maken. En dan kan ik weer zo live kan dan. Ja, inderdaad. En dan kunnen we dat ook gaan release op de Go Social Party. Dus dat wordt heel leuk. Ja. Nee, maar verder was het heel gezellig vandaag. Ik heb ook pijn. Zo gezellig was het. Hoi jij. Ik heb geen hoofd, maar ik heb wel heel gezellig. Ja, super gezellig. Ja, dat gaan we vaker doen. Ja, we moeten sowieso gewoon eventjes met de rest van de showgroep gewoon nog bij de lekker afspreken. Inderdaad. Nee, ook heel leuk. En ja, jullie moeten gewoon naar de Coast Social Party komen. Om te komen kijken naar ons show die we gefabriceerd hebben met allen. Het wordt gewoon één groot chaos. Alle remmen los, niks normaals, niks, ja. Het wordt een spetterende show. En ja. Ja, ik denk wat ik kan zeggen dat jullie moeten komen kijken. Ja, het was een gezellige dag vandaag. Ja, we dat hebben ook het zeker. Alleen over een spetterende show. Ja, inderdaad, maar dat is gewoon, wij gingen al naar deze bijeenkomst van oké, die is er, die is er, die is er. Heel de groep van de show was er, dus we willen vooral gewoon heel erg die show gaan bespreken met z'n allen. Omdat het eigenlijk de eerste keer is dat we elkaar weer in het echt zagen sinds dat we die hele show in ons hoofd hadden om te gaan doen. Dus we waren lekker druk met z'n allen. We hadden een heel gezellig tafeltje, heel gezellig groepje. We zaten er even een QX stappen. Ja, inderdaad. Konden we een stand bij maken in ons eigen wereldje. Ons eigen wereldje, inderdaad. De rainbowbubbel. Onze rainbowbubbel, inderdaad. Nee, was leuk. Ik hoop dat jullie het ook een leuk video vonden. En voor de 500ste keer nog een keer. Kom naar die Go Social Party om ons gekke hersenspinsel tot leven te zien komen. Ja. Ja, oké. Okay. Ja, wat leuk. Wat leuk. Nou, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat die leuk is geworden, dat jullie het leuk vinden. Heb jij nog iets te zeggen? Ik heb niks aan toe te voegen. Ik heb al mijn spraak. Ja, je hebt als bijeenkomst vandaag. Ja. 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 Oké, bij deze. Bedankt voor het kijken. Doei. Tot de volgende keer, hè. Tot van Nico Social Party.